Fijn dat ik vanavond in jullie midden mag zijn. Het heeft wat moeite gekost om samen tot een avond te komen, maar het is gelukt. Helemaal uit Nunspeet. Ik heb wel gezegd dat ik vanavond uiterlijk 10:30 wegga. Dan hoop ik 11:50 Nunspeet in te rijden. En morgen is het zondag en ik heb 3 diensten. Dus dat zal duidelijk zijn. Er is mij gevraagd om even iets te zeggen over wie ik ben. Nou, ik kom van Kinderdijk Middelweg, Nieuw-Lekkerland. Daar ben ik 5 jaar onderwijzer geweest van 1977 tot 82. Daarna hoofd van de school in Wouterswoude geworden, 3 jaar en 10 jaar in Dorenspijk. En daarna ben ik predikant geworden, ik was 38. Noordwijk, Wierden bij Rijssen, Kamerik en sinds 5,5 jaar in Nunspeet. Ik preek nogal eens in deze contreien. 2 weken geleden nog in de Rehobotkerk in Kinderdijk Middelweg. Wijngaarden kom ik nog wel eens. Heel vroeger in Molenaarsgraaf. Pleskensgraaf is nooit gelukt. Vanwege de agenda's. Maar goed, ik ben hier nog wel eens, want we hebben ook nog wat familie hier in de omgeving. Een van de speerpunten van mijn boodschap, denk ik te mogen zeggen, is de verwachting van de wederkomst van Christus. En ik zal uitleggen waarom. En daarna zal ik die eerste zin uitspreken die ik vanavond hierachter al genoemd heb. Toen ik 12 was, kreeg ik een boekje als afscheidscadeau van de school met de Bijbel Middelweg Nieuw-Lekkerland. Heel dun boekje, getiteld Lees je Bijbel. Met 150 kleine dagboekstukjes. En ik was toen 12 en sinds dat moment heeft stukje 42 mij nooit meer losgelaten. De meeste zegt het waarschijnlijk niks. Maar in stukje 42, daar staat boven Kom haastig. En daar staat een gedicht in van Wijlen dominee Okkenjager. Dat was niet bepaald iemand uit onze gezindte. Maar de boodschap die is wel heel erg scherp en duidelijk. Luister. Er staat boven God teleurgesteld. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt de boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst, want van mijn nieuw stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt het kind, maar nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen, maar ik zal zwaaien zodat u het ziet. Als u ons onder schooltijd komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant, die staat hier. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen die ik gemaakt heb voor het jeugdverband over Gij zult het wel verstaan na deze. De beden komen in de hemel aan. De cherubijnen zwijgen die ze brachten. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht, ge moet nog even wachten. Dat was op 31 juli 1969. De eerste zin van mijn toespraak luidt, deze avond komt Jezus terug. Wat komt er bij je binnen als ik dat vanavond zo uitspreek? Het zou me niet verbazen. Ook als je Jezus mag kennen als je persoonlijke heiland, uit pure genade door het geloof in hem, dat er diep van binnen misschien iets is in je van, en toch hoop ik dat dat nog even duurt. Die trouwdag, we hebben het er al even over gehad, ze gaan vrijdag trouwen, hè, beleven in welzijn. En ik gun het ze van harte. Maar we hebben gebeden hierachter en ik heb dat uitgesproken in het gebed. Zou
Zou er nog iets zijn wat boven dat verlangen naar die trouwdag uitgaat? Het omzien naar een nieuwe locatie voor deze avonden, komende maand. Of de verwachting van zijn terugkomst. Het is nu even rustig aan het front in ons gezin. We hebben 5 dochters, waarvan 4 getrouwd, ondertussen 4 kleinkinderen. Maar als een van onze dochters meldt dat ze in verwachting is, natuurlijk, als opa en oma kijk je hartstochtelijk uit naar het moment dat ze melden dat er een kleinzoon of een kleindochter geboren is. Natuurlijk. Maar wat nou als Jezus vanavond terugkomt? Nou, daar komen ze hoor. Er moet nog heel veel gebeuren, dominee. Daar zullen we het zo even over hebben. Israël. Er staat toch ergens in de Bijbel dat eerst heel Israël tot geloof moet komen? Klopt. Nou en? Antichrist. Ja. En? Of zoals veel ouderen tegen me zeggen, dominee, eerst moet het evangelie over de hele wereld verkondigd zijn. Alsof dat ondertussen nog niet gebeurd is. Er zijn wel weer plekken waar het evangelie alweer verdwenen is. Maar als je een wereldkaart pakt, dan gaan we de stift wegstrepen waar het evangelie is geweest. Hou je nog een paar kleine plukjes bloemkool over, zeg ik altijd, ergens in het Amazonegebied. Waar het misschien nog niet geweest is. En pastoraal hoor ik veel ouderen in Nunspeet zeggen, dominee, alsjeblieft, ik hoop van nog niet, want mijn kinderen, mijn kleinkinderen zijn nog niet tot geloof gekomen in Jezus Christus. En ik zou zo graag zien dat. En jij? Kom haastig, Heer Jezus, maar nu nog niet. Dit gedichtje, dat loopt eigenlijk mijn hele leven met mij mee. Dat simpele gedichtje van de schoolmeester die dit aan ons uitgereikt heeft. Boekje wat ik als een schat voortdurend met me meesjouw. Wat laten we eerlijk zijn. Joël, de profeet, leeft ongeveer 8 eeuwen voor de komst van Christus. Gods geest geeft Joël in het hart om een profetie uit te spreken. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. 8 eeuwen voor de komst van Christus. De laatste dagen. Pinksteren. Petrus. Juist Petrus mag de Pinksterpreek houden. En direct grijpt hij terug op Joël, want het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Zijn we 8 eeuwen verder. Als dat waar is, dat in de dagen van Joël en aansluitend in de dagen van die eerste rijke uitstorting van de Heilige Geest, men in de laatste dagen leefde. Zouden jij en ik dan wellicht niet in de laatste minuten van de wereldgeschiedenis leven? Ik zal nooit die dominee vergeten die vlak voor het jaar 2000, alweer 14 jaar geleden, een preek hield, ik zat onder zijn gehoor en hij zei tegen de gemeente, als ik er nou eens van uitga, zei hij dat de wereld zo'n 6000 jaar bestaat. Dan zou het toch zomaar kunnen, met het oog op het jaar 2000, dat mijn heiland op de Shabbat terugkomt. De zevende dag. Hij preekte toen over 2 Petrus 3, waar staat dat bij God één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1. En we zijn ondertussen alweer 14 jaar verder. Die predikant, die leeft niet meer onderweg vanuit, wat was het, Nieuwe Tongen naar Nijkerk om een kind te dopen, een kleinkind.
is hij aan de kant van de weg door een hartstilstand overleden bij de dominee Maas. Ondertussen zijn de Twin Towers in elkaar gestort. Ondertussen voltrekken zich momenteel in een hoog tempo rampen in deze wereld. Ook al moeten we beseffen dat de wereld door de media een dorp is geworden en we nu alle minuut beelden zien van dingen die duizenden kilometers bij ons vandaan gebeuren. Natuurlijk is dat anders dan vroeger. Maar toch. Geef me nou vanavond eens één legitieme reden waarom Jezus nog niet terug zou komen. Of, nog sterker gezegd, probeer vanavond in je hart eens te peilen of er bij jou ondertussen al een diep verlangen is naar de ontmoeting met de bruidegom. Ik heb net een serie preken afgerond over het boek Hooglied. Ik heb nooit eerder een serie uitgepreekt. Het heeft me zo gigantisch geraakt en de gemeente met mij. Als dat waar is wat de bruid zegt, hij is mijn liefste. Nou? Als dat waar is dat de bruidegom tegen de bruid zegt, alles aan jou is mooi, er is in jou geen enkel gebrek. Hoe kan het dan dat de bruid niet nauwelijks verlangt naar het verschijnen van de bruidegom? Wat is dat bij jou? Wat gebeurt er bij jou? Wat zijn je argumenten, je gedachten daarbij? We hebben een stukje gelezen uit Matteüs 24. Ik lees even door. Dan moeten we eerst maar eens kijken, waar gaat het hier nou eigenlijk over? Matteüs 24, vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, amen staat er dan, ik zeg u, ego eimi, heel bewust, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. In een andere evangelie staat, zelfs de Zoon niet dan de Vader. Dat is een wonderlijk geheim. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar spreekt Jezus over in deze hoofdstukken? Eigenlijk vanaf het begin van hoofdstuk 23. Ook al heeft Jezus er al op meerdere momenten over gesproken. Ik denk te mogen zeggen dat er in die profetieën van Jezus een aantal verschillende niveaus liggen. Het eerste niveau is het gebeuren in het jaar 70. Jezus spreekt deze woorden uit vlak voor zijn bitterlijden en sterven. Zeg maar 33 na Christus ongeveer. In 70 na Christus nemen de Romeinen Israël in, Kanaan in. En er gebeuren verschrikkelijke dingen in en rond de stad Jeruzalem. Soldaten snijden zwangere vrouwen open.
Kleine babytjes worden van de stuiten gegooid en het bloed stroomt door de straten. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u willen bijeenvergaderen zoals een hen aan kuikens bijeenvergadert, maar gij hebt niet gewild. Dat was het eerste niveau. Maar wij lezen vandaag deze schriften ook als het geïnspireerde woord van God voor deze tijd. Niemand weet de dag en het uur. En de neiging die wij dan hebben is te zeggen, nou ja, dus. En ja, ik ken ze ook, hè, mensen die dan in Amerika op enig moment zeggen van dan en dan vergaat de wereld. Nou, daar kun je heel nuchter in zijn, hoef je niet eens naar te luisteren. Zo'n opmerking deugt bijbels niet. Maar vind jij het soms ook in de kerk, in de kerken, in de gemeente waartoe jij behoort, als het gaat om de prediking ook wel eens niet een beetje, net zoals het water hier door de graafstroom kabbelt. Dat kerkelijk leven, dat kabbelt rustig voort. We zijn net weer met het winterwerk begonnen, of je begint er binnenkort mee. En dan krijgen we straks advent en kerst en dan even niks. En dan is even Leidensweken. En dan krijgen we Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Even niks, dan kunnen de dominees lekker vrije stof preken. En dan gaan we weer. Opening winterwerk, advent, kerst, even niks. Dat gaat, het is net een carousel. Plat gezegd, het kerkelijk bedrijf. Waar ik zelf ook deel van uitmaak. Ook ik. Alles wat ik tegen jullie zeg, zeg ik vanavond ook tegen mezelf. En ineens komt hij terug. Ik zei, deze avond komt Jezus terug. Dat is een gevaarlijke, snap ik. Ik heb ook heel bewust niet gezegd vanavond, maar deze avond. Want één ding is duidelijk, jij en ik leven in de late avond van de wereldgeschiedenis. Misschien moeten wij ons vanavond eens verplaatsen in onze broeders en zusters die gisteren en vandaag de grens overgevlucht zijn tussen Syrië en Turkije. Heb je de beelden gezien? Waar hebben wij het over met elkaar? Verwende westerse christenen, inclusief de dominees, als we zijn. Kun je je voorstellen dat er daar christenen tussen zitten die het al lopend, rennend vanwege de knallen achter hen, gebeden hebben, Jezus, kom terug! En wij? Ik mag niet klagen over het ontvangen van de boodschap die het zondags brengt. Maar soms hebben we wel eens de neiging om met een kalasjnikov te gaan schieten. Hè? Morgenochtend heb ik, het zit er 900 man in de kerk. Er wordt goed geluisterd door een nunspeet. Maar grut nog toe jongens, er zitten er in de kerk. Die staan 8:45 voor de deur en is de deur nog dicht. De enige reden waarom ze 8:45 voor de deur staan is om als 9 de deur opgaat op de achterste rij te kunnen zitten. Dat is hun plekje. En oh wee als daar een ander zit. Lopen ze terug en gaan ze naar huis. Die zijn er echt. Die zit op mijn plek. Ze zijn er iedere zondagmorgen. Behalve zondag over een week als de wereld nog bestaat. Dan hebben we avondmaal. Dan hebben ze buikpijn, hoofdpijn, nekpijn, zeerpijn, struisvogel. En de week daarna zitten ze weer op de achterste. Dat is hun zondag. En vraag dan niet een keer tijdens een ontmoeting. Dat kun je niet altijd doen, snap ik. Als het zo eens uitkomt, vraag niet tijdens een ontmoeting. Als de Heer Jezus nou vanavond terugkomt.
mag hij dan weten dat. Moet er nog koffie, dominee? Wat is dat toch in ons? En ik heb vanavond in gesprekjes al allerlei argumenten gehoord. Ik kwam er zelfs in met de verwachting van de eenheid van de christen. Die had ik nog niet zo vaak gehoord. Israël wel, en oorlogen, aardbevingen enzovoorts. Alsof wij bij God een lijstje kunnen indienen waarom Jezus nog niet mag terugkomen. Zo werkt God niet. Ik blader even door. Marcus 13. Dat is een beetje de parallel met Matthäus. Dan moet je helemaal aan het eind van het hoofdstuk kijken. Vanaf vers 33. Vlak daarna komt dan de zalving in Bethanië. Dus dat zijn bijna de laatste woorden van Jezus voordat hij opgepakt wordt. Let op! Waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. De tijd. Het ultieme moment. Dat punt des tijds waarin alles waar je druk over gemaakt hebt ineens niet meer van waarde is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging, hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachten waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam. Want u weet niet wanneer de Heer des Huizes komt. 'S Avonds laat of de middernacht, of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet als hij plotseling komt slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen. Er staat er in de klassieke Statenvertaling, staat het er nog puntiger. Gewoon bam, waakt. En we rempelt nog toe, dan zegt iemand vanavond van ja, maar die dievende nacht, dat zal voor een aantal mensen niet gelden, want er, laat het nou eens gewoon staan. Stop nou eens met dat gejamaar en dat geredeneer en dat ge... Dus het heeft vanavond ook alles te maken met hoe lezen we de schriften. Kijk, nu hebben we dat niet meer. We vliegen in 10 uur van de Verenigde Staten naar Europa enzovoorts. Moet je je voorstellen dat in 1947 mensen op de kade van Rotterdam afscheid namen. Mensen die emigreerden naar Canada. Die namen afscheid met de gedachte, we zien elkaar nooit meer terug. En dan komt er in 1952 komt er een brief uit Amerika naar Rotterdam of Spijkenisse of Bleskensgraaf. Dat je zoon, dat je dochter over. Dat lees je toch heel anders dan de wekelijkse folder van de Boni of de NT of de Lidl, of niet? Hé man, hoor je het? Piet komt thuis. Ze komen 2 weken over. Buurvrouw! En je drukt die brief aan je hart en je leest hem nog 120 keer. En terwijl je hem leest, hoor je zijn stem. En wat was het te gedoe om op Schiphol te komen om dan je kinderen in de armen te sluiten. Maar je deed het. Je hield hem vast om hem nooit meer los te laten. Dit boek heeft ooit iemand genoemd een brief van een geliefde uit een vergelegen land. Dat wil zeggen, als je door de Heilige Geest je mag oefenen in het horen naar zijn stem, dan druk je dit boek aan je hart. En je laat de woorden staan zoals ze staan en je laat je verrassen. Een van de problemen in de kerk is dat wij alles hebben uitgepeuterd. Zulke dogmatiek. Ik lees er ook wel in hoor. Als Jezus nou heel simpel zegt dat niemand die dag en dat u weet, zelfs de zoon niet, dan de vader.
En dat het enige wat nodig is, is dat wij waakzaam zijn. Laat dat dan staan. De meeste van jullie zijn vroeger als kind geconfronteerd op de zonderschool of de basisschool of waar dan ook met die gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Ik zal nooit vergeten dat in een van de gemeenten waar ik gewoond heb, dat daar een dominee het in zijn hoofd haalde om niet maagden te zeggen, maar meisjes. Hij hoefde niet meer terug te komen. Echt gebeurd. Daar ging het natuurlijk helemaal niet om in die gelijkenis of het meisjes waren of maagden. Waar het om ging is dat er 10 meisjes waren die alle 10 een lamp bij zich hadden en die brandden. 10 brandende lampen. Maar er was één verschil. 5 hadden geen reserveolie en 5 hadden voldoende olie bij zich. Daar gaat de scheiding zich voortaan. En het is wachten op de komst van de bruidegom en het duurt lang. Het duurt zo lang dat in onze geseculariseerde maatschappij mensen die niet geloven van de kerk afgeraakt zijn, de kerk prikkelen met vragen als dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? En dan klinkt de roep, de bruidegom komt. En ze worden allemaal wakker, ze zijn allemaal in slaap gevallen. Dat is ook het hele probleem van die preek van die dominee, want die vertelde dat ook de wijze meisjes in slaap waren gevallen. En in die gemeente hadden ze iets van, kom niet dichtbij. We willen best praten over dwaze meisjes, dat waren de meisjes buiten de kerk. Die hadden natuurlijk geen olie bij zich. Nee. En dan gaat die stoet op pad. 5 meisjes gaan er binnen. En de deur gaat definitief dicht. Geen herkansing. Zelfs geen vage vuur, waardoor je uiteindelijk via de achterdeur toch nog binnenkomt. Nee, het is binnen of buiten. Mag ik je een vraag stellen? Heb je ooit wel eens nagedacht over de vraag hoe vreselijk het moet zijn als je straks tot in eeuwigheid tegen jezelf zult moeten zeggen, had ik maar. Wij hebben in Kinderrijk Middelweg zo'n achterbuurman gehad. Op een ander niveau. Vreselijk geweest. Mensen uit Brabant kwamen achter ons wonen. Man, vrouw. Zoon. Dochter van 6. Jochie van 2,5. Die hadden een boot. Dat ding dat startte op benzine en voer op diesel. En bij de overgang van benzine op diesel sloeg die motor nog wel eens uit. Binnendijks was het geen probleem. Mijn vader had een heel klein bootje. Die heeft een tig keer weer naar de thuishaven gebracht. Maar mijn vader zei altijd tegen die man, ga alsjeblieft niet de grote vaart op. Niet doen, hè. Ik was 8, 9. Zaterdagmiddag. Een politieagent aan de deur bij ons. Die vroeg aan mijn vader, wilt u achter een ruitje intikken? En een agenda opzoeken, er is iets vreselijks gebeurd. Die man was met zijn vrouw. En Trudy van 6 en Menno van 2,5 de lek opgegaan. De motor was gestart op benzine en bij de overgang op diesel sloeg de motor uit en met geen mogelijkheid kreeg die man de motor weer aan en in de stroom kwam hij terecht op de kruising van wat is het, een lek, de Nieuwe Maas en er kwamen 2 Poolse tankers aan, er stond niemand op de voorplecht en dan ging dat schip precies tussen die 2 tankers, dat jochie van 2,5 bleef met zijn kopje tussen die 2 tankers hangen, die was gelijk weg. Menno, die de vorige dag nog met mijn vader om de tafel had lopen rennen, ik kan harder lopen dan jij. Ik zie hem nog lopen. Dat schip gaat onder een van die tankers door. Hij komt boven, zij komt boven, Trudy komt boven. We gaan een zwemvestje aan, wonder. Die mevrouw van 36, 37 mist haar zoontje en ze krijgt een hartstilstand. Swonsers is Menno begraven in Wijkenhaalburg. En toen we terugkwamen van de begrafenis stond de politie te wachten om te melden dat die vrouw gevonden was. Die was met de stroom meegevoerd en die hebben s'avonds begraven. Die man heeft maanden de rouwdiensten afgespeeld toen nog op een bandrecorder. Iedere avond, mijn vader ging er iedere avond naartoe.
De enige wat daar klonk was, had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. En in dit geval heeft God het ten goede gekeerd. Ze waren erg slap als het ging om kerkgang en geloof. Via de vriendin van zijn vrouw, die verdronken is, is hij bij de kerk terechtgekomen. Hij is jaren ambtsdrager geweest. Tot een levend geloof gekomen in Christus. Daar zit nog een, als ik het heel plat zeg, een happy end. Maar als vanavond Jezus terugkomt en jij bent niet geborgen in het bloed van Jezus Christus, is er nooit voor jou een happy end. Zit je zo zondags onder de bediening van het woord en brengen zo de dienaren van het woord zondags de boodschap? Ja, zeg je maar, er moeten toch nog dingen gebeuren. Nu, ik probeer mijn gemeente het volgende te leren. Het is nu 9:50. Ik zei het net ook tegen iemand. Als God met één vingerknip om 9:00 heel Israël tot geloof brengt. Wat dat moet nog gebeuren. Dat kan niet. Hij spreekt en het is er. Daar is er licht en er was licht. Dus voor God is dat peanuts. Heeft hij ons helemaal niet voor nodig. Als God met één vingerknip heel Israël tot geloof brengt. Romeinen 11 tot en vers 25 tot 17. Dan komt hij om 10:00 terug. Dan heb je nog 70 minuten. En wat moet er in jouw leven nog opgeruimd worden in die 70 minuten? Zodat het wel is met je als Jezus terugkomt. En weet je, als je nou 1 Thessalonicense 4 erbij zoekt, dan zul je ontdekken dat ze in die dagen veel meer leefden bij de verwachting van de wederkomst dan jij en ik. 1 Thessalonicense 4. Er gebeurde namelijk in Thessalonica iets verschrikkelijks. In Thessalonica, zo'n Griekse stad, waren mensen tot geloof gekomen door de bediening van Paulus. Paulus heeft daar het evangelie verkondigd met de zijnen. Mensen komen tot een levend geloof in Jezus Christus. Wat doen ze? Eigenlijk, dat is niet helemaal goed, dat is een beetje ongezond, maar eigenlijk hebben ze hun werk al neergelegd. En ze staan eigenlijk te kijken naar de lucht. Ik weet niet of het hier donderdagavond was, ik moest donderdagavond ergens spreken. Ik had het al gezien toen wij buiten aten, het was heerlijk weer. Er was een wolk en er zat zo'n schitterende gouden rand om die wolk, vanwege de zon die erachter was. En ik reed van Nunspeet naar Oldebroek en daar kwam het nog een keer. En de koster daar, die had foto's gemaakt en die liet het ook zien. Het was indrukwekkend. In de flits dacht ik, zo moet het zijn als Jezus terugkomt. Wat gebeurde er in Thessalonica? Er overleed iemand. En toen zaten ze in Thessalonica met de vraag, als we die nou vandaag begraven, want als je daar 's morgens overleden bent, word je 's middags begraven in het oosten, blijft die dan straks achter als Jezus terugkomt? Dat was hun vraag. Daar gaat Paulus op in, kijk mee. Vers 13, 1 Thessalonicense 4 vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat geldt natuurlijk ook voor de zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dat is mooi, hè? Niet doodgaan, zelfs niet sterven, maar ontslapen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten ontslapen. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Maar als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want, dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven, Paulus zegt toen, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar
met deze woorden. Denk even aan de begraafplaatsen hier in Bleskensgraaf, in Oud-Alblas, in Molenersgraaf, in Nieuw-Lekkerland, in Nunspeet, in enzovoorts. Ik heb gemiddeld 25 à 30 begrafenissen per jaar. Momenteel. Broeders en zusters, het went nooit. Wat houdt mij op de been? Dat we daar de geloofsbelijdenis mogen uitspreken. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat zegt Paulus. Als Jezus terugkomt in een punt des tijds, zullen degenen die levend zijn op dat moment even moeten wachten. Ik zeg het heel menselijk. Eerst zullen de graven worden geopend. Zullen degenen die ontslapen zijn opstaan. En dan zullen wij met hen opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. Wauw. En dat geldt ook voor al diegenen waarvan de stoffelijke overschotten al lang opgegraven en verbrand zijn, waar mensen in het hart van de zee enzovoorts. Ik heb daar geen enkele twijfel over. Wat zal dat bijzonder zijn? En nu zit het vast, broeders en zusters. Dat is de laatste tekst vanavond op de verwachting. 2 Petrus 3. Die tekst waar wij de dominee Maas over preekten in 1999. Hij vertelt dat er spotters zullen zijn in de laatste dagen. Nou, dat is niet nieuw, hè? Spotters. Maar, zegt Petrus dan in 2 Petrus 3 vers 8... Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Vandaar die opmerking van wijde dominee Maas, zal de Heere misschien op de Shabbat terugkomen? 6 dagen, de 7e dag. Dan komt er een hele belangrijke zin. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig hoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij. Wat? Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid. Vol verwachting klopt ons hart. En dan krijg ik heel vaak de vraag, ik rond af, van ouderen, vooral van dominee, ja, hoe zal dat nou allemaal zijn? Ik kan het niet begrijpen. Nee, ik ook niet. Maar weet je wat ik als opa zo leuk vind? Als we nou naar onze kleinkinderen gaan en we nemen een cadeautje mee wat ingepakt zit, dan is eigenlijk het leukste moment dat onze kleinkinderen, vooral die van 2,5, die scheurt op dat papier eraf. En dan zie je die oogjes oplichten. Oh. En als de bazuin klinkt en ik uit genade zal mogen binnengaan in dat huis van de Vader met de vele woningen die Jezus over gesproken heeft, dan zal ik tot in eeuwigheid van de ene oor in de andere vallen. Ooit heeft een jongere tijdens de catechisatie wel eens aan mij gevraagd, dominee, is het in de hemel altijd kerk? Toen trok hij zo'n gezicht. Blijkbaar had hij niet zoveel trek in de kerkdiensten die hem te lang waren. Toen heb ik hem mogen geruststellen. Nee, zo zal het niet zijn. Het is in de hemel niet altijd kerk. Althans, niet kerk in de zin van dat je ook wel eens zult vervelen. Nee, daar zal God zijn alles en in allen.
Daar komen jij en ik, als wij geborgen mogen zijn in het bloed van Christus, volmaakt tot onze bestemming. En mocht er dan bij jou de vraag leven, is er straks, want dat is ook zo'n vraag, is er straks herkenning in de hemel? Dan wijs ik altijd op Lucas 20, waarin Jezus vertelt, in de hemel wordt niet getrouwd. Dan geven ze ook niet meer ten huwelijk uit, maar dat doen ze hier natuurlijk al niet meer, het is zelf. Dat is een belangrijke. Sterker nog, ik zal er niemand missen. Dus als ik het even heel praktisch maak, moet ik niet aan denken. Als ik het heel praktisch maak, stel dat van mijn 5 dochters er 3 behouden zijn en 2 niet, zal ik die 2 daar tot in eeuwigheid niet missen? Kan ik me nu niet voorstellen, hè? En nou ga ik als laatste zin iets zeggen wat niet in de Bijbel staat, maar ook een dominee mag wel eens een beetje dromen. Het lijkt mij straks heerlijk om in de eeuwigheid eens bijvoorbeeld met Abraham op een bankje te zitten. En is aan Abraham te vragen, joh, hoe heb jij dat nou beleefd toen God jou de opdracht gaf om je zoon, je enige die je lief had, Isaac, te moeten gaan offeren? En ik weet nu al een beetje wat Abraham dan gaat zeggen tegen mij. Dan zal hij van zijn zoon, zal hij heen wijzen naar dat offerlam, dat ene offer dat gebracht is op Golgotha's kruis had. En als je vanavond zou zitten, puzzelend met de vraag, hoe word ik behouden? Vlucht naar dat kruis op Golgotha. Leg je hele leven voor hem neer en je zult vrede vinden in zijn bloed. En de geest en de bruid zeggen kom. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar daarover een lied zingen. Als de heiland zal verschijnen. Even.